Waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Dat is wat Stichting Met Je Hart wil realiseren. De stichting werkt daartoe samen met lokale horecaondernemers. Janine Sok is drijvende kracht van de stichting. Ja, wij organiseren Met Je Hart onze eerste waardevolle ontmoeting voor eenzame ouderen. En dat doen we hier bij het Holland Casino. Daar zijn we erg blij om dat de Nijmeegse horeca dit initiatief heeft omarmd. We hebben in november zijn we gestart met de restaurantweek. En daar hebben 19 bedrijven in totaal aan meegedaan. En dat gebeurt middels 1 euro... dat gasten doneren, zodat wij dus waardevolle ontmoetingen kunnen organiseren. En ik ben erg dankbaar dat de Nijmeegse horeca dit ondersteunt. Ja, dat is iemand van ons kernteam die heeft ouderen benaderd. Hè, die wel een leuke ontmoeting kunnen gebruiken. Dus die is vaak alleen zijn. En die heeft de ouderen benaderd. Zo, vinden jullie het leuk om als onze eerste gast te zijn bij het Holland Casino? En dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb er echt op verheugd. Ja, ik vond het echt iets bijzonders om dat nou hier te beleven. Ik vind het heel gezellig en ik vind die high tea ook wat ik al zo van hoor van iedereen. Want ik kan het dus niet zien. Dus ik moet vragen wat er staat. En dan is het allemaal volgens mij heel erg lekker. Het is een behoorlijk mooie opbrengst die is gedaan door de Nijmeegse horeca. Of met name eigenlijk door de gasten die dat hebben gedoneerd. En we gaan elke maand structureel dus een ontmoeting organiseren. Maar dat kan dus zo groot zijn als hier. Maar het kan ook gewoon een stamtafelgesprek zijn in een kroeg om de hoek. Of een kopje koffie drinken in een van de leuke deelnemende koffietentjes. Ja, dat kan allemaal.